Ik ben Lopke en ik ben Facility Manager bij Young Capital. Young Capital is in 2000 opgericht en wij zijn een uitzendorganisatie. En we richten ons vooral op jongeren. Een van onze waarden is rebel. Dus ga van de gebaande paden en duik de jungle in, want daar gebeurt het. Onze gemiddelde leeftijd is 28 jaar. En wij zien dat bij onze collega's sportiviteit heel erg hoog staat. Dus wij willen ook onze medewerkers daarin tegemoetkomen. Dus we bieden een gezonde lunch aan. En naast een gezonde lunch bieden we ook een sportschool aan. Waar ze gewoon zelfstandig kunnen sporten. We zijn nu bezig met het ontwikkelen van een app. Ook om te kijken om lesjes te registreren en te zien hoe druk de gym is. En daar zien we ook dat gewoon collega's onderling al watjes plannen en met elkaar gaan sporten. Dus voor de saamhorigheid is het ook superleuk. We hebben ook veel collega's die komen met de fiets naar werk of hardlopend. Dus we hebben ook een doucheruimte voor ze gemaakt, zodat ze daar fris en fruitig naar de werkvloer kunnen. Een vriendinnetje van mij werkt hier ook en proberen we wel elke week te gaan sporten. Maar dan gaan we een beetje filmpjes opzoeken. En dan gaan we sporten. Wij zijn zelf gaan brainstormen over hoe wij de invulling van de gym voor ons zagen. En in samenwerking met Matrix hebben we de indeling gemaakt. En zij hebben met ons meegedacht wat de beste manier is om het in te delen en om het meeste uit te halen. En we hebben best wel veel collega's die doen aan CrossFit. Dus vandaar dat we meer behoefte hadden aan de racks. Dus daar hebben ze ons bij geadviseerd. Ja, we hebben gewoon geluisterd naar welke wensen we hadden. Ons ook geadviseerd hoe we het neer konden zetten. Welke stroompunten we nodig hadden. En ook welke gewicht we nodig hadden. En voor ook de doelgroep vrouwen. En mannen gemixt. Dan zie je toch dat je een gym hebt, niet voor niets, maar dat ze er ook echt gebruik van maken en er ook heel blij van worden.